Wij zaten op de eerste rang en we konden niet wachten om dit met jullie te delen. Vandaag is dat moment. Daarnaast, iedere keer weer als er een schrijfster bij kwam, dan vierden we dat met elkaar. Tot de 15e, want na 15 flessen champagne dan. Nu moeten we voorzichtig worden. De afgelopen 2 jaar hebben we ons vooral geleerd dat als je een droom hebt, je moet volhouden. De aanhouder die wint. En wij zijn dan ook ontzettend trots dat jullie hier vandaag zijn bij de geboorte van ons boek Aan Mijn Jongere Ik. Wat kunnen jullie nu gaan verwachten? Nou, zometeen dan geef ik het woord aan uitgeverij Luiting Seithof. Daarna zal Pink Ribbon een klein woordje doen. Daarna is het de beurt aan Omar Kabiri, die 3 van de brievenschrijvers eventjes aan de tand gaat voelen over het najagen van geluk. En tot slot zal 1 van de brieven worden voorgelezen uit ons boek. En hopelijk kunnen we dan met dit programma in ieder geval een heleboel vragen die jullie ongetwijfeld hebben over het boek beantwoorden. Vragen die wij de afgelopen 2 jaar meerdere malen op ons afgevuurd hebben gekregen over waar gaan de brieven over? Wat voor gevoel geven die brieven? Wie staan er allemaal in? Er is natuurlijk ook 1 vraag die meerdere malen aan ons werd gesteld. En ik weet zeker dat iedereen dat hier zich ook nu afvraagt. Laat ik maar gelijk het antwoord geven, want jullie weten de vraag toch al. No, I did not have sexual relationship. Er is een hele bijzondere vriendschap ontstaan tussen ons. Eén voor het leven. Viola de Vriend, daar, dat is haar liefde van de leven en mijn liefde van mijn leven die zit daar te snotten waarschijnlijk. maar dames en heren, het is zover. Laten we beginnen met de eerste spreker en ik nodig graag een kei uit, een topper. De speel in het web, jouw geweldig mens, Hedda Sanders, kom alsjeblieft naar voren. Tegenwoordig, dat heeft iedereen waarschijnlijk wel in de krant kunnen lezen, helemaal niet meer zo eenvoudig om een boek goed in de markt te zetten en om je publiek te bereiken. En een cruciaal onderdeel is de marketing en de promotie. En dat is wel aan jullie toevertrouwd. En toen ik zat te bedenken wat er nou zo bijzonder is aan dit boek, dacht ik van ja, het concept Aan Mijn Jongere Ik, dat is de campagne. Zo zit het in elkaar. En jullie hebben vanaf het begin af aan iedereen op de hoogte gehouden van de vorderingen via Facebook en Twitter. Je hebt omslag voorgelegd aan je volgers. Er kwam een schitterende website. Met dank aan jouw vriend. En vlak voor de deadline kwam er ook een spectaculaire schrijfwedstrijd via sociale media. Je legt een digitale laag over de werkelijke wereld via de camera van je mobiele telefoon. Dus je kijkt naar een object of je kijkt naar een omgeving. En dan kun je bijvoorbeeld zien hoe het er vroeger uitzag. En van veel binnenkort, eigenlijk nu al, kun je ook bijvoorbeeld een boek verrijken met een mening of een link of een scribble. Of een... Ontzettend tof, gewoon installeren op je telefoon. Gaat leuk worden. En Pia, ik had eigenlijk gedacht dat DJ Isis er zou zitten. Ik vind jou veel leuker. Zo. Nou, ik hoop dat ik het goed kan vervullen. Ja, ik heb goed geloven. Als ik het zo moet zeggen, musicalster, theaterster? Wat? Ik zou zeggen musical artiest. Musical artiest. Ja. Oké. Okay. Ster wordt je pas als je wat bereikt hebt. Ja. Oh, je hebt niks bereikt. Nou ja, het is niet het beroep musicalster. Oké. Maar ik vind in ieder geval dat je goed je bent, goed je ding doet. Nou, veel complimenten. Ja, we gaan het dus hebben over dromen en dergelijke. En ik ben eigenlijk benieuwd, waar we nu zitten, jullie nu hier zitten. Zitten jullie nou midden in die droom waar jullie altijd van gedroomd hebben? Of moet die droom nog komen? Begin bij jou. Ja, het is allemaal heel onwerkelijk. Ik ben niet zo'n dromer, geloof ik. Ik ben meer een doener en ik heb altijd de dingen aangepakt zoals ze op mijn pad kwamen. En ja, ik vind het eigenlijk heel erg onwerkelijk dat ik hier zit en wat ik allemaal afgelopen jaar heb meegemaakt en bijvoorbeeld Economic Forum in Davos gestaan en wereldleiders ontmoet en cover van magazines gestaan. En ik heb het gevoel dat we echt, ook met ons bedrijf, pas net beginnen. Ja. En dat ik met mijn eigen ontwikkeling nog maar moet beginnen. Dus ja, ik vind het eigenlijk, ik kijk nog steeds als een heel klein meisje met hele grote ogen van jeetje, wat gebeurt me allemaal. Dus je hebt nooit gehad van oké, ik zie daar een droom, een doel, je bent gewoon gegaan. Ja. En het komt allemaal als een mooie droom samen misschien, of?
Ja, en kijk, als ik dromen had, dan was het van, als, nou ja, goed, musicalster, ik kan totaal niet zingen, dus dat schoot niet op. Maar ik ben civiel ingenieur en de dromen die ik had, dat ging over een boonstraatbrug bouwen. Ja, nou ja. Een wat? Een brug naar mijn naam. Mijn eigen brug. Ja. Wauw. Dat waren de dromen die ik dan had. Maar ja, voor de rest? Toch anders gelopen. En jij, ben jij een dromer? Ja, ik ben zeker wel een dromer. En, ja, mijn droom was eigenlijk altijd heel bazaal, al toen ik heel jong was, van kijken hoe je andere mensen kunt helpen, zo goed mogelijk. Mm-hmm. Ik ben echt ik ben naar middelbare school geweest, waar zeg maar, het verbeteren van de wereld een soort alles overheersend thema was. Okay. Het kwam met name van een aantal docenten af, die allerlei projecten starten, met uitwisselingsprojecten, voedsel brengen naar allerlei gekke plaatsen, mm-hmm. van alles nog wat. Dus dat werd er eigenlijk een beetje met de paplepel ingegoten, zeg maar. En ik ben altijd op zoek geweest naar hoe je dat nou in vredesnaam het beste kunt doen. Ik heb in het bedrijfsleven gezeten, waar je dan op een heel specifiek onderwerp kunt storten. In wetenschap, journalistiek, dan kun je schrijven over dingen die nou ja, bijvoorbeeld misstanden zijn. NGO-achtig werk gedaan, echt alles geprobeerd. Ja. En je rolt van het ene in het ander daardoor. En het blijft een soort zoektocht. En ik denk uiteindelijk, als je zegt van nou, waar ligt dan het beste antwoord? Dan voor mezelf denk ik dat dat wellicht uiteindelijk bij de politiek ligt. Omdat als je het daar voor elkaar krijgt om iets te bereiken, dan is het direct voor een hele grote groep mensen. Ja, iedereen beïnvloedt het direct. Ja, maar het is ook wel meteen het moeilijkste om iets te bereiken. Maar het is wel die droom waar je naartoe gaat gaan. Dus je zit niet middenin, je gaat er naartoe. Het is een continue zoektocht. Dus, ik heb een aantal keer gehad dat ik er echt middenin zat. Bijvoorbeeld met de Obama-campagne. Ja, dat is ontzettend tof. Dat was het grootste op de planeet op dat moment. Ja. En om daar dan gewoon in het hart van die campagne te zitten. Ja. Ja, dan heb je ook echt wel het idee van, ja, weet je, hier wordt het verschil nu gemaakt. Maar ja, dat was na afloop. Iedereen zat na afloop van na die campagne van, nou ja, nu steek er één groot zwart gat. Maar het dendert gewoon door. Door het nieuws. Maar ik had mezelf ook goed in de nesten gewerkt. En toen heb ik door mijn manager volledig tot onder de grond afgebrand. En dat was best wel, dat deed best wel pijn. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk alleen maar dingen gaan doen die veel dichter bij mijn gevoel lagen, bij mijn eigen kracht. Hè. Daarvoor was ik altijd bezig met invullen van het proberen te voldoen aan een ideaal managementprofiel. En dat betekent dus alles waar je naar uitsteekt. Nou, ik was passievol en maar nee, zo'n jonge hond en daar wat minder van. En nee, verbeterpunten, heel bezig met verbeterpunten. Nou, op het moment dat ik dat van me afgeschud had en eigenlijk ging acteren in functies die bij mij pasten, toen pas ging het echt. Ja, toen ontstonden ineens alle dingen die hebben geleid tot waar ik nu sta. En, nou ja, dat is pas het begin. En het tweede deel heb ik gericht aan mijn inmiddels twee maanden oude dochtertje. Maar toen ik brief schreef was ik 7 maanden zwanger. Mm-hmm. En ik heb ook geschreven aan haar van al die bijzondere dingen die we samen meegemaakt in de 7 maanden die ze in mijn buik zat. Wordt er emotioneel van. Maar dus, ik word ook enorm voor me gestaan in Davos en allemaal wereldleiders ontmoet. En eigenlijk heel, heel gek dat ik dat allemaal meemaak. Terwijl mijn bedrijf, we doen leuk mee, maar we zijn nog niet eens begonnen, we verdienen nog geen rode cent. Maar alleen maar omdat ik een van de weinige vrouwen ben met een topfunctie in de technische wereld. Ja. Allemaal leuk aan, maar het is eigenlijk heel gek dat ik al op die lijstje sta. Op een van de 10 most influential women in technology. Mm-hmm. Dat klopt niet. Ik hoor niet op deze lijst te staan. Dat betekent dat er zo weinig zijn. Mm-hmm. Maar is het ook niet bijna de reden dat jij zegt dat je niet op de lijst wordt te staan, waarom er zo weinig vrouwen zijn? Waarom ga je ervan uit dat je er hoort op te staan? Ja, maar het laat dus zien dat er dus echt heel erg weinig zijn. En ik heb helemaal niks met al dat wij vrouwen zijn, zoals dit en vrouwen evenementen en zo. Maar ga door. Ik heb wel gemerkt dat helaas het is nodig. Er zijn veel te weinig vrouwen aan de top. Maar ik zie ook dat het nog slechts een kwestie van tijd is. Ja. Want modern leiderschap dat heeft heel erg veel vrouwelijke kanten. En dat heeft veel meer zachte kanten. Modern leiderschap kan niet meer gaan vanuit machtsbesturing, vanuit wij willen controle hebben, vanuit het top-down manager. En dat zie je aan de revoluties die op dit moment in de wereld voltrekken. Maar dus dat is heel concreet. Ja, wat sorry. Als je dan ben je nog van praten. Ja, we hebben heel concreet. Sorry. Ja, sorry. Les, zorgen voor, nou ja goed, de les aan aan mijn dochter is meer wees jezelf en word daarin heel goed. En leer mij eigenlijk
als vrouw in een vrouw in een mannenwereld te opereren. Als echte vrouw. Mooi. Heel mooi. Nou, ik vond het niet zo makkelijk om het te schrijven. Want wat neem je? Er zijn zoveel gebeurtenissen waar je iets uit wil leren. Dus ik heb het eigenlijk meer genomen over iets wat steeds terugkwam. En dat is mijn, de onzekerheid. Ja. Die je ook in het vak natuurlijk wel ten goede kan gebruiken. Maar soms ook wel eens naar beneden kunt laten halen daardoor. Ik merk ook dat je verandert constant. Het is inderdaad ook als water. Het is constant in beweging, in verandering. Gesprek, luisteren naar iemand, wat jullie nu zeggen, brengt mij ook alweer tot een andere mening van iets. Dan ga ik ook alweer nadenken. Dus het is constant in beweging. Mm-hmm. En ik merk ook, ik heb wat moeite gehad om mijn brief af te krijgen. Ja. Dat is het de enige hoor. Oh, gelukkig nou. Want dan had ik hem gedaan en dacht ik, maar ik voel me nu alweer anders. Hè? Mm-hmm. Want dan las ik het een maand later en denk van, ja, maar is toch onzin? Het is nou, dus toen ging ik alweer schrappen. En ik heb gewoon een heel lijstje uiteindelijk gemaakt van allemaal dingen die bij mij voor zijn gekomen. Van ik denk van, jeetje joh, als ik dat nou toen had geweten, dan had ik, ja. Dus maar nu op dit moment, deze minuut? Deze seconde, ja. Aan je jongere ik. Wat zou je adviseren rondom mijn droom? Ach, adem. Gewoon doorademen. Gewoon doorademen. Nee, gewoon echt adem door voordat je laat manipuleren door je eigen gedachten. Mooi. Heel mooi. Ben je gelukkig? Om het maar meteen even ergens over te hebben. Vragen als, hoe is het met je? Zijn zo vanzelfsprekend geworden dat onze antwoorden ook iets in die trant zijn. Ik wil juist dat je even nadenkt over het antwoord op deze simpele vraag. Ben je gelukkig? En misschien vraag je je wel af, gelukkig, waarmee, waarin? Stel dan jezelf de volgende vragen. Doe je in het leven wat je wil doen? Ken je liefde, gezondheid, je levensinvulling, spirituele ontwikkeling, om er maar een paar te noemen? En het belangrijkste, ben je je eigen goeroe? Mijn geestkracht werd ineens heel erg sterk. En ik wilde nog niet dood. Ik begon me langzaam beter te voelen en het voelde alsof ik matchpoint tegen had overwonnen en onverwacht toch de set op binnen gesleept. Derde set, schone lijn, zalig. Nauwelijks een paar weken later vertelde ik mam en mijn broer Laurens dat ik wilde meefietsen aan de Alpe d'Huez. Ze keken me aan alsof ik gek geworden was. Ik had ook gelezen dus dat het sporten heel goed voor me was. Ik trok alles uit de kast en zo fietste ik begin juni 2011 maar liefst 3 keer tegen de Alp op. Je bent je eigen goeroe. Wat ik je dus zo graag zou willen zeggen, Fien, laat je niet gek maken door wat anderen van je verwachten of vinden, maar bepaal je eigen koers. Er zijn momenten in het leven dat je het even niet meer weet. Of dat de dagen voorbij vliegen, zonder dat je weet wat je nou precies aan het doen bent. Kijk daarom alle dagen eens even 5 minuten naar jezelf, in de spiegel, in je ogen. Doe ik wat ik wil doen? Volg ik mijn hart. Nu mijn leven zo veranderd is, weet ik waar het om draait. En ik ben ongelooflijk gelukkig. Het zijn niet de verre reisjes, de dikke auto. Het is de liefde die je kunt delen met je dierbaren. En het is voor mij ertoe doen. Schrik niet, ik ben geen monnik geworden. En geniet heus nog wel van lekkere nieuwe truien of andere verwennerijen. Maar ik weet nu waar het om draait. Ik ben mijn eigen goeroe. Ik weet wat goed voor me is en wat niet. Het vergt alleen echt moed om in gesprek te gaan met jezelf. Vrij van wat anderen van je vinden of verwachten. Het leven is echt fantastisch en het loopt precies
zoals ik zou willen dat het loopt. Ik ontmoet alleen maar mooie mensen. Heb geweldige gesprekken en doe nu vanuit mijn hart wat ik wil doen. Afgelopen week ontmoette ik een man op de hei, 88 jaar. Een wijze man. Hij loopt met twee stokken. Ingenieur uit Delft en later organisatieadviseur. Hij vroeg wat ik deed. Ik vertelde hem over mijn passies. En ook over mijn ziekte. Hij geeft aan, op zijn beurt, dat hij heeft geleerd dat de artsen de antwoorden ook niet allemaal hebben. En dat chemo niet per se de enige weg is. Hij zegt, wij maken allemaal deel uit van de kosmos. En als je dat contact hebt, ben je geborgen. Bam! Hij loopt op. Hij staat op en loopt verder. Draait zich even later weer om. Waarom ben je ziek geworden? Vraagt hij. Vraag die niemand me durft te stellen. Ik heb mijn hart niet gevolgd, antwoord ik. En nu wel? Dan word je beter, is zijn reactie. Deze ontmoeting heeft ook weer zo moeten zijn, want zo was het bij mij. Ik durfde toch niet helemaal mijn hart te volgen. Ik was bang om te doen wat ik wilde. Bang voor reacties uit mijn omgeving en bang voor wantrouwen mezelf, dat kan ik niet. Nu alle barrières van angst weg zijn gevallen, want waarvoor moet ik nu nog bang zijn? Ben ik eindelijk gaan doen wat ik echt wil doen. Mensen helpen, mensen inspireren. Mensen een beetje gelukkiger maken. Ik durf nu eindelijk te leven en ik vier het leven. Lieve Fien, ieder mens heeft het in zich om het onmogelijke mogelijk te maken. Fantaseer, organiseer en realiseer je wildste dromen.